Johan Versteken, je hebt in Oostende een boek voorgesteld. Waarover gaat dat boek? Het boek gaat vooral over mijn jeugdjaren. Titel Met gesloten vuisten. Omdat een leraar vroeger opmerkte van... Hey, krop je iets op? Is er iets omdat je altijd met gesloten vuisten rondloopt of rondliep toen op school en tijdens de weekends die we meemaakten om dan even mijn zorgen te vergeten? En dan krijg je een krop in je keel en toen dacht ik van ja, dat wordt later de titel van mijn boek Met gesloten vuisten als ik ooit een boek over mijn jeugdjaren zou schrijven. En net voordat die leraar die opmerking maakte, had ik tegen moeder gezegd van ik wil later een boek schrijven over die jeugdjaren, over de vechtscheiding van mijn ouders. En moeder zei van, dat moet je later doen als je groot bent. Maar ze dacht dat er wellicht nooit ging van komen. En al die jaren, ja, denk zo 37, 38 jaar na datum dat ik zei van, ik ga een boek schrijven, is er eindelijk van gekomen. Het gaat over een vechtscheiding, niet zomaar een vechtscheiding, hè? Het zijn vechtscheidingen die vandaag de dag nog altijd voorkomen. Dus ik vrees dat veel mensen dingen zullen herkennen. Of het uit hun eigen leven, of familie, of vrienden. Of ze kennen wel iemand die zoiets heeft meegemaakt. En kinderen zijn altijd de dupe van een zekere vechtscheiding. Ze worden van links naar rechts gesleurd tussen vader en moeder. En dat gaat bij mij nog altijd, als ik dergelijke berichten lees in de krant, door merg en been voor de zomer nog. Iemand uit de Westhoek en de zoon wilde niet meer naar vader en werd daardoor in een gesloten instelling gestopt. Precies van, die kinderen zijn echt de dupe, dat is onaanvaardbaar. Nu, elke situatie is natuurlijk anders en elk huisje heeft zijn kruisje en iedereen heeft wel ergens een verhaal. Maar ik heb geprobeerd zo eerlijk mogelijk mijn verhaal te vertellen. Ik kan niet alles vertellen, want anders moet je een boek schrijven van 2000 bladzijden en dan leest niemand het. Dus je haalt een aantal dingen eruit, je vertelt het. Met helaas een aantal trieste zaken, hoe dat mijn vader tekeer ging toen hij gedronken had, alcoholverslaafd, agressief werd. Mijn vader, mijn moeder, mezelf afranselde. Ik kan het nu wel heel spontaan vertellen, maar dat kon ik een jaar geleden nog niet. En vroeger ook niet, want ik heb er nooit met iemand over gesproken. Zelfs niet met mijn beste vrienden. Dus dit heeft lang geduurd. Het is van me afgeschreven en ik wil het vooral schrijven om andere mensen te helpen. Van kijk, je staat niet alleen. Er zijn nog andere mensen die dergelijke dingen hebben meegemaakt. En dan vragen zich soms af ook de mensen van hoe kon je blij gezind, dat is hetgeen waaraan de koning daarnet ook zei. Bekende je als de jongen met de vrolijke glimlach. Altijd vrolijk op het podium, mensen hun zorgen doen vergeten. Maar wij wisten dat niet. Hoe heb je zo sterk kunnen houden al die jaren? Ja. Door me te storten in mijn werk, gepassioneerd je werk doen, zowel radio, televisie als nu politiek ook. En probeer een trede hoger in de maatschappij te geraken. En ik heb het boek voor een stuk geschreven van mensen van, als je zoiets meemaakt, van, blijf niet bij de pakken zitten. Ik kreeg heel veel brieven van mensen, zelfs in mijn tv-periode toen ze al die verhalen van mij nog niet wisten. Een soort eenzame hartenbureau. Waarover ze schrijven van heel veel zaken. En een aantal mensen die achteraf ook zelfmoord hebben gepleegd. Ik zeg van, dit is het allemaal niet waard. Het leven is zo mooi. Alsjeblieft, kom aan. Het is moeilijk, maar praat erover. Praat kan helpen. Je hebt de rode neuzenactie nu toevallig bij VTM. In feite past het verhaal, pas los van de rode neuzenactie gemaakt, maar past het verhaal er ook perfect in. Hoe ben je zelf als tiener met de problematiek thuis omgegaan? Ik was de man in huis. Er was bijna geen inkomen. Mijn moeder werkte voor een katholieke instelling. Kreeg haar ontslag omdat ze gescheiden was. In die periode was dat zo. Ze hebben haar daarna wel terug in dienst genomen. Met heel veel verontschuldigingen, gelukkig maar. Maar financieel hadden we het moeilijk. Dus wat deed ik om mijn zorg te vergeten? Luisteren naar Radio 2. De Vlaamse top 10, de Vlaamse zangers. De liedjes meezingen met grootmoeder. En dan plotseling vernemen dat die zangers kwamen optreden op de Zedek. En Anne Christie, Marva, Erik Marijsen met kustacties van Hitorama, Jan Thijs, Luc Appermoens. Dus ik ging naar al die acties kijken. En toen dacht ik van, hé, dat is mooi, ik vergeet mijn zorgen. En ik dacht van, ik zou later ook wel op dat podium willen staan. Als presentator, animator en de mensen hun zorgen doen vergeten. En ik zag op een duur ook dat ze heel veel cadeautjes konden winnen, de mensen. Wekradio's, we hadden daar het geld allemaal niet voor. Luchtmatrassen, Suzy-wafels en allerlei andere dingen. Dus op een duur dacht ik van, ah, het werkt zus en zo. Dus ik nam elke dag deel in de zomermaanden die strandspelen. En ik kwam s'avonds met cadeaus naar huis, met wekradio's, met van alles en nog wat. Ook bij Rob Burms en Michel Mara, die toen quizzingen met muziek, Fiesta presenteerden. Dus op die manier kon ik het een en het ander winnen. En ja, ook vis bijvoorbeeld gaan verkopen. De,
de dag toeristen die vis gingen vangen op zee. Ik kwam met zakken vol met makreel en ik ging zo mee de marktkramer spelen van wil je vis, mensen, aan een goedkope prijs, verse vis in het dialect op dat moment. En ik kreeg van al die vissers zakken vol met vis mee. Dus ik kwam elke dag in de zomermalen met verse vis naar huis. En om duur hadden we te veel vis en ik verkocht die vis en ik kwam met geld naar huis. Dus de kleine verkoper in mij zat erin, de handelaar. Ja, totdat moeder wel zei van nu is het welletje, stop maar met die dingen. Maar nooit bij de pakken blijven zitten, vooruit geraken in het leven. Dat zat er van jongs af aan in. Je hebt je vader ook al moeten afgeven, hè? Ja, mijn vader is overleden toen ik schepen was in Oostende. Ik had er geen band meer mee. Ik zag hem soms wel eens op straat wandelen. En toen ik de muziekdoos presenteerde, toen die band ook al verbroken was, stond hij soms voor mijn neus, voor het podium, tijdens de live-uitzendingen. Ja, dan gaat er van alles door je heen, maar je moet je concentreren, denken aan je tekst. En dan een of ander internationale artiest aankondigen. Ik denk zelfs dat het met de Spice Girls was, dat hij voor mijn neus stond in, voor het casino van Middelkerken in de put. Dus van, maar dan echt, dan, je hart gaat sneller tekeer. Een gevoel van angst, terwijl je er niet bang moet voor zijn. Je bent volwassen op dat moment, geen kind meer en gaat je niks meer aandoen. Van help, gaat hij hier misbruik maken van de live uitzending of niet? Heeft hij gelukkig niet gedaan. Maar ik was bang, ben gans mijn leven bang geweest van hem. Je hebt te veel gezien en te veel meegemaakt. Mag ik spreken over een trauma? Ik ging daar vroeger niet over spreken, maar ik denk, ik ben nooit naar een dokter geweest of naar een psycholoog. Ik heb het allemaal zelf proberen te verwerken. Maar het is wel een klein trauma geweest. En iedereen loopt wel met een of ander trauma, denk ik, rond. Iets, een tegenslag. Je wordt er harder door. En de aandeelhouder wint, in mijn geval toch. En in andere gevallen ook. Maar ik hoop dat andere mensen moed en kracht kunnen putten uit mijn verhaal. En uit de getuigenissen die ik doe in het boek. Zowel het eerste deel tussendoor ook. Want ook de mediawereld is hard. En de politieke wereld. Velen dachten van, in de politiek, hij gaat dat niet volhouden. Ook in de media, ik weet nog, nadat ik een half jaar daar werkte, kwam er een secretaresse naar mij. En die zei van, Johan, je bent geslaagd voor de screentesten. We hebben je zien binnenkomen met de omroepers. En onderling hebben we gezegd van, Johan, die gaat dat geen jaar volhouden. Van, hij is te braaf, hij is te zacht voor die harde mediawereld. En toen dacht ik van, dan kennen ze mij nog niet van. Ik ben een survivor, een overlever. En in de mediawereld heb ik heel veel goede vrienden, maar er zijn een aantal mensen die mij ook ongelooflijk hebben gekwetst en ook een dolk in mijn rug hebben gestoken. Komt in het boek ook aan bod, maar ik ben geen verbitterd iemand. Ik heb gewoon de dingen naar voren gebracht zoals ik heb beleefd en wat ik heb meegemaakt. En noem je namen? Ik noem geen namen, nee. Nee, ik had dat gekund, maar dat doe je niet. Leven gaat verder. En vooruit met de geit, dat is verleden tijd. Ik ben totaal niet verbitterd. Ik heb weer eens op dat moment een lesje geleerd. Waarover gaat dat? Heel eenvoudig. Ik kon een contract krijgen bij VTM. Ik had toen de muziekdoos van A1, van A2, kinderprogramma's, Nationale Loterij, omroepen, heel veel schnabbels erbij. En VTM ziet dat en die contacteren mijzelf. Eerste keer via een tussenpersoon heb je een paar gesprekken. Ja, die betalen een pak meer. Want heel vaak werk ik voor het goede doel op de VRT. Ik had mijn maand werden als omroeper. En voor de muziekdoos, maar door al de schnabbels die erbij deed, kon je wel iets bijkrijgen. Heb ik daar wel goed mijn boterham natuurlijk verdiend. Maar ik kon veel meer verdienen bij VTM. En dan krijg je daar een fantastisch voorstel. En plotseling roept een van de bazen van, kom eens, samen met de producer, we vernemen dat je aan het praten bent. En ik krijg onder mijn donder van, jij gaat praten met, je hebt hier je eerste kans gekregen, dat kan ook toch niet door de beugel. Maar ik zeg van, oh stop, zij hebben mij gevraagd. Ik ben niet naar hen gestapt. Ik ben dit huis zeer dankbaar. Ik draag vandaag dag, ondanks alle besparingen, de VRT een warm hart toe. Een kweekvijver voor heel veel talent en kansen geven. Nu, VTM ook, moeten we eerlijk zijn. Zeker op muzikaal vlak en The Voice en andere dingen en zo. Dus ik ben de mediawereld heel dankbaar. Maar dan zeggen ze van, jij belt nu naar VTM. Je zegt dat de deal niet doorgaat. En jij kan tot aan je pensioen hier blijven werken. We gaan op papier zetten, je krijgt een nieuw contract van ons. En 3 maanden later komt iemand van het directiecomité 10 minuten voordat ik live als omroeper op antenne moet. Die zegt tegen mij, dat was Wim van Severen, dat staat in het boek ook, van Johan, er is net directiecomité geweest, ik moet de boodschap brengen, morgen ligt je ontslagbrief daar. Van, help, wat? Hoor ik goed? Kan niet, want er is mij een belofte gemaakt. En waarom? En zo en zo. Maar je moet je geen zorgen maken. Je bent nog omroeper tot eind deze zomer, daarna stop, maar je hebt toch nog de muziekdoos, ik kan nog opwarmen en je gaat nog je boterham verdienen.
En dan hoor ik, terwijl ik nog een knop omdraai, professioneel zijn, daar niet over praten met mensen, doen alsof er niks aan de hand is. En dan verneem je, een paar weken voordat de laatste muziekdoos is hier aan zee, dat ik zelfs het vervolg niet mag doen, dat ik niet meer moet afkomen. Waarom staat ook een beetje in het boek? Het is een combinatie van factoren. Als je het boek van Guido, als je het boek van Guido van Lieferingen leest, daar staat één van de redenen in. Dan is er nog een andere reden. En nog een andere reden zijn die combinatie van factoren. Ik wist ook te veel van geldstromen van binnen de VRT. En ik had mijn mond open gedaan binnen kamers. Dat is geld van de overheid, van de belastingsbetaler. En daar moet je mee omgaan op een zorgzame manier. En ik wist ietsje te veel, denk ik. Combinatie van factoren, ja. Johan, er gaan hopelijk toch ook wat prettige dingen in het boek staan. Er staan mooie anekdotes en verhalen er natuurlijk in over en van de droomfabriekperiode en de ontmoetingen die ik her en der in de wereld heb kunnen maken met mensen die voor anderen onbereikbaar zijn, gaande van de vrouw van Nelson Mandela tot over de huidige paus. Dat zijn allemaal toevallige ontmoetingen die niet gepland waren. Daarover alleen zou ik al een boek apart kunnen schrijven met hele mooie verhalen en anekdotes. Het is absoluut geen boek van kommer en kwel. Het is wel de harde realiteit. En die moeten er ook in staan. En dan op het einde uit de kast komen, moet er ook in aan bod komen. Want anders was ik niet 100% eerlijk ten opzichte van mezelf. En ik weet dat ik daarmee ook anderen kan helpen.